De bank heeft last van het toenemende aantal faillissementen en de groeiende werkloosheid in Nederland. Een moeizaam jaar, recessie in de economie, veel klanten in zwaar weer, daar heeft de bank ook last van. En welke sectoren precies? Ja, je zou eigenlijk zeggen de bekende, de bouw, onroerend goed, transport, binnenvaart, glastuinbouw toch hier en daar ook wel. Maar eigenlijk zie je het afgelopen half jaar het zich verbreden naar wat we noemen de hele middenstand, de winkelstand. Dat zie je ook in alle dorpen en steden. Rabobank heeft ook geld opzij gezet voor mogelijke schikkingen in verband met het Libor-schandaal. Om hoeveel geld dat gaat, wil de bank niet zeggen.